In het echte leven vertellen we elkaar onze avonturen, delen we ervaringen en bieden we een luisterend oor waar nodig. Hoe zou het zijn als we datzelfde doen met onze klanten? Door in een zakelijke omgeving persoonlijke verhalen te vertellen, raak je mensen op een emotioneel niveau. Zo maak je een connectie met je doelgroep. Storytelling is dan ook een van de belangrijkste onderdelen van content marketing. Maar hoe doe je dat? Met de volgende 4 tips weet jij zeker dat je een succesvol verhaal vertelt. Tip 1. Verplaats je in het brein. Ieder goed verhaal heeft een duidelijke boodschap en doelgroep. Bedenk daarom van tevoren wat je wilt vertellen en aan wie. Wie wil je bereiken? Wat houdt hen bezig? Verplaats je in het brein van de klant en speel daar vervolgens op in. Kies ook de vorm van je verhaal. Hoe ga je het overbrengen? Bijvoorbeeld door middel van een video, blog, presentatie of magazine. Tip 2. Speel in op gevoel. Probeer mensen op een dieper emotioneel niveau te raken door op hun gevoel in te spelen. Neem ze mee in jouw beleving. Als zij zich kunnen identificeren met jouw verhaal en het ze raakt, dan zullen ze het niet snel vergeten. Misschien vertellen ze het zelfs door aan anderen. Tip 3. Gebruik de verhalentechniek. In ieder verhaal is sprake van een hoofdpersoon, conflict en oplossing. In jullie organisatie kan het bijvoorbeeld een werkgever, medewerker, klant, product of dienst zijn. Deze hoofdpersoon komt meestal voor een probleem te staan. Het conflict. Vertel hoe deze problemen worden overwonnen en maak daarbij gebruik van emoties. Tip 4. Stel de klantbehoefte centraal. Onthoud dat goede verhalen niet over het promoten van je product of dienst gaan, maar over mensen en hun behoeften en verlangens. Pas als je nadenkt over wat je klant echt wil horen, bouw je een relatie op. Meer weten over zakelijke storytelling of content marketing? Bezoek dan onze website.